Woensdag demonstreert PVV-leider Geert Wilders in Arnhem bij het stadhuis tegen de benoeming van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. Wilders vindt dat Marcouch fan is van de islamofascistische moslimbroeder Al-Qaradawi. Ook stelt hij dat Marcouch van Amsterdam-Nieuw-West een islamitisch stadsdeel wilde maken. Wilders vindt hem verder meer geschikt als burgemeester van Rabat dan van Arnhem. Marcouch reageerde eerder bij Omroep Gelderland op de demonstratie. Zolang mensen zich aan de wet houden, mag je demonstreren, zei hij. En dat geldt ook voor Wilders. Hoe belangrijk vindt u het om vandaag te demonstreren? Nou, erg belangrijk. Het gaat over meer dan de heer Marcouch. Het gaat over de staat van Nederland. En dit toont aan als iemand zo'n hater als de heer Marcouch, die zegt, en dat is pure discriminatie en haat, dat bijvoorbeeld PVV'ers niet welkom zijn bij de politie, wat hij op de Nederlandse televisie heeft gezegd. Zo iemand liegt als die staat voor, zegt dat hij staat voor verbinding. Hij sluit, wat hebben we hier gehaald de vorige verkiezingen? 12,5% in maart van de Arnhemmers hebben op de PVV gestemd. De heer Marcouch sluit 1 op de 8 van die mensen gewoon keihard uit. Hij steunt islam-extremisten als Al-Qaradawi. Ik heb het boek bij me waar hij dan in heeft beschreven. Waar hij zegt van nou, dat is een betrouwbaar iemand, een boegbeeld. Iemand die in werkelijkheid zijn boegbeeld vindt dat homo's van daken moeten worden gegooid. Dat terreuraanslagen tegen onschuldige mensen, in dit geval Israëli's, moeten worden goedgekeurd. Het is kortom iemand die levensgevaarlijk is. Een wolf in wolfskleren. Waar wij ons tegen moeten verzetten dat hij überhaupt een functie krijgt in het openbaar bestuur. En dat hij nu, terwijl zijn partij van 30% naar 6% is gezakt, nog 3 geiten en een paardenkop in deze stad op zijn partij hebben gestemd. Dat iemand met zo'n achtergrond hier burgemeester wordt, zegt wat over de staat van Nederland. Dus het gaat om veel meer dan Arnhem alleen. En daarom staan wij hier, omdat we ons daartegen moeten verzetten en wakker moeten worden. Nee! Fascisme! Nee! 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 Fascisme! Nee! Fascisme! Nee! De selectiecommissie heeft hem toch gekozen. Nu de minister nog zijn handtekening. Dus het is in feite een gelopen race. Nou, weet u, de wedstrijd is nooit gespeeld. Om een voetbalmetafoor te gebruiken, tot het eindsignaal is gefloten. Het is nu waar dat nu in onbegrijpelijk, ook niet democratisch, dat hier in Arnhem men heeft besloten om die voordracht te doen. Maar het moet nog naar Den Haag, het moet nog naar de minister van Binnenlandse Zaken. Ik zeg niet dat door mijn komst hier dat allemaal op losse schroeven komt te staan. Maar wij zullen niet rusten voordat het laatste eindsignaal is gefloten. Omdat het nogmaals iets zegt over de staat van Nederland. En veel meer dan dat verschrikkelijke besluit van die hater Marcouch. Die hier nou dadelijk dreigt burgemeester te worden.